Op het podium komt dadelijk Josephine Levane, eigenaresse van Paaldans Studio Josephine Levane Pole Dancing in Tilburg. Veel verhaal geschreven, maar wederom misschien een verhaal wat je aanspreekt. Als vrouw wordt er veel van je verwacht. Zowel mannen als andere vrouwen hebben veel verwachtingen van wat je wel en niet moet doen. En dat maakt het soms lastig om op te komen voor jezelf en om ruimte te vinden om verschillende kanten te ontdekken. Als je als vrouw je vrouwelijke kant leert ontdekken, wat dat dan ook voor jou betekent, is dat vaak niet makkelijk. De kritiek is vaak niet mals. Te sexy, te preuts, onfatsoenlijk, losbandig en van alles. In de Paaldans community steunen wij vrouwen elkaar gelukkig. We moedigen elkaar aan om te helpen en iedere keer een nieuwe stap te zetten. Een nieuwe move, of voor het eerst met een blote buik in de les. Voor het eerst de hak aan, al dat soort dingen. We genieten als we zien dat een ander meer zelfvertrouwen krijgt. En we zien echte lijven met alle oneffenheden, niks gefotoshopt. En we leren waarderen wat ons lichaam kan en niet hoe het eruit ziet. Ook zien we dat veel dingen waar wij als vrouwen onzeker over zijn, eigenlijk heel normaal zijn. Ik denk dat wij een voorbeeld zijn. Een voorbeeld van hoe vrouwen met elkaar kunnen omgaan. Geen geroddel, geen afgunst, maar elkaar steunen. We kunnen elkaar zo veel sterker maken. De weg die ik in dit verhaal heb afgelegd, heeft mij geïnspireerd bij het maken van deze act. Mag ik een applaus voor Josephine?